benadruk je dat we niet in groepen, maar in mensen moeten denken. Ja. Jij vertelde ons net voor de uitzending, ik ben echt moe. Je hebt heel veel reacties gehad op die lezing van gisteren. Wat heeft die dag emotioneel gezien met jou gedaan? Nou ja, ik denk dat Roxane dat wel... Je bent in je eentje, zit je die lezing voor te bereiden. En dan wil je daar een mooie balans in vinden, een mooie opbouw in vinden. En je wil ook de mensen raken. En ik merkte, mij werd gevraagd om te praten over antisemitisme, racisme en uitsluiting. En ik ben opgevoed, ik ben een kind van de jaren 60. Ik heb altijd gedacht, er is geen racisme meer, er is geen antisemitisme meer. Nou, ik ben vreed wakker geschud in de loop der jaren. En ook dit jaar weer. Dit jaar hebben we 4, 5 voorbeelden gehad van antisemitisme. Het was begonnen dus inderdaad met die Abdelkader Benali die gevraagd zou worden om op 4 mei te spreken, waar Roxane nu voor gevraagd is. En ik heb die uitspraak even voor alle zekerheid. Het is echt zo shocking. Hij heeft gezegd, en het vervelendste is, het zijn zoveel Joden. Amsterdamse Joden. Je voelt als Marokkaan je nauwelijks op je gemak. Het lijkt Israël wel. Heel irritant allemaal. Zoveel Joden. Dat vond gewoon gek. Die wat ze is gevraagd om op 4 mei te spreken. Nou ja, ondenkbaar. Dat heeft zoveel emotie teweeggebracht in de Joodse gemeenschap. Volgens heb je dan die tekeningen gehad over Maurice de Hond, die in der Stuurmer en de Misthoorn niet had misstaan. Dan hebben kinderen in de Volkskrant. Ja. Hebben kinderen in Zeeland mochten een eindexamenfeest. En daar staat boven: Schularbeit macht Spaß. Arbeit macht frei. Dat zijn dingen die toch shocking zijn. En dat heb ik gezegd, dus. Dat doet allemaal denken aan wat we vroeger meegemaakt hebben. De Forum voor Democratie. Concentratiekamp. Dat stond boven Auschwitz, arbeid macht vrij. Dan heb je ook nog een Forum voor Democratie gehad die zegt, we denken de vrijheid die we net zo terug wonen als in 1945. Nou, er waren zondag 10.000 mensen bij de arena. Volgens mij is er van die 10.000 niemand naar een concentratiekamp gestuurd. Die vergelijking van Forum voor Democratie vind ik zo schofterig. Echt schofterig. Om de vrijheid die we nu moeten inleveren te vergelijken met de vrijheid die we moesten inleveren in de Tweede Wereldoorlog. En wat ik dus ook gezegd heb, je moest dus keuzes maken, denk niet in groepen. Mijn ouders, ik heb Joodse ouders. Mijn moeder is hoogzwanger. En mijn vader zat al in het werkkamp in Westerbork met mijn grootvader. En mijn grootouders konden onderduiken. En dat vind ik nog altijd zo tragisch. Die dachten, als wij gaan onderduiken, gaat het ten koste van onze schoondochter die zwanger is. Laten wij nou maar gaan naar dat kamp. Dus 7 september zijn zij met de trein van Westerbork naar Auschwitz. 47 barenden waren dat. Hebben een kleinkind dus nooit gezien. Mijn moeder bevalt op 23 september 1942. En mijn vader krijgt toestemming uit dat werkkamp waar hij ook al was. Werkkamp in de buurt van Westerbork. Om naar zijn vrouw toe te gaan. Dus bij die bevallingen mocht hij aanwezig zijn. Dat vind ik, dan is het eerste wonder fantastisch. Artsen in Groningen hebben mijn vader toen een besmettelijke ziekte toegeschreven. En de Duitsers waren als de dood voor besmettelijke ziektes. Dus hij mocht een nacht blijven. De nacht daarop heeft de ondergrondse in Groningen. Dan moet je nagaan hoeveel mensen daarvoor nodig zijn. Dus daar zijn veel meer mensen hebben zich verzet dan wij denken. Helden. Je had maar één verrader nodig. Ja, daar staat mijn vader staat daar vooraan links. Die is al met een ster in het werk. Tweede, links, ja. Tweede links. Je lijkt echt op hem trouwens. Ja, ja. Helaas. Sorry. Uiteindelijk hebben ze geholpen te ontsnappen uit het ziekenhuis. En toen in Groningen. Ik had het veel meer aan mijn moeder moeten vragen. Mijn moeder komt terug naar Amsterdam in 1943. Mijn broer is al 1 jaar oud. Ja. Heet Avraham Philip Barend, echt een Joodse naam. En ze zijn even bij mijn grootouders. Mijn grootmoeder had een ariënverklaring. Een valse ariënverklaring. Die had haar moeten beschermen. Ja, en mijn grootvader niet. Maar dus daardoor had mijn zus, de zus van mijn moeder, ook een halve ariënverklaring. Het zusje van mijn moeder loopt op straat, komt een buurvrouw tegen. En die buurvrouw zegt, God, Mary, hoe is het met jouw zus Betty? Ja, ze meer, mag ik niks over zeggen? Nou, ik ben je buurvrouw. Nee, mag ik niks over zeggen? Ik ben je buurvrouw. Nou, zegt ze, ik heb voor het eerst mijn neefje gezien. Dus mijn broer, die was 1 jaar oud. Ik heb mijn neef, want ze zijn even bij ons. Maar mag niks zeggen. 1,5 uur later wordt er gebeld. Een grüne politie, een Duitser en een Nederlandse NSB'er staan aan de deur. Bij mijn grootouders, die dus die ariënverklaring hadden. U verbergt 3 Joden, hebben wij net gehoord. Wij komen het huis doorzoeken. En dan voltrekt zich het tweede wonder. Mijn grootmoeder, al strenge vrouw. Dit is mijn broer met zijn pleegouders. Ja, daar komen ze in even Friesland. Ja. Mijn grootmoeder zegt, die Nederlander moet het niet wagen de trap op te komen.
Hoe durf jij dit te doen? Die Duitser kan er niks aan doen. Die mag naar boven. Dus die loopt die trap op. En dan op de zolder zat mijn moeder. Dan moet je nagaan wat er dan gebeurt met het hart van mijn grootmoeder. Nou, ja. Die loopt naar boven, doet de deur open waar mijn moeder staat, een Duitser. Kijkt mijn moeder recht in de ogen. Moeder vergeet die blik ook nooit meer. Doet die deur weer dicht. Doet de deur daarnaast open waar mijn broer in zijn bedje ligt. En gelukkig huilde Bert niet, want anders was hij verraden. Doet de deur weer dicht, loopt naar beneden en zegt... Niets gezien hier, keine Juden hier. Waarop die Nederlander nog een keer zegt... Dat kan niet, er moeten hier Joden zijn. Nee, zegt hij, keine Juden hier. Dus A, die vrouw heeft haar 7,50 kopgeld per Jood... ze misgelopen, 22,50. Maar wat ik daarmee wil zeggen is... een Duitser heeft ons gered en een Nederlander had ons verraden. Dus denk niet in groepen, denk in mensen. En dat vind ik met alles, met Marokkanen, Turken... Dat is de les tot op de dag van vandaag, Frits, voor jou en voor ons. Oordeel niet. Want deze Duitse politieagent...